Een mega-actie was het, gericht tegen de bandido's. Boegbeeld van de Limburgse afdeling, president Harry Ramakers, wordt in alle vroegte van zijn bed gelicht. Het beeld werd gecreëerd van we hebben de bandido's en we hebben ze gevonden, bijna op heterdaad met een heleboel drugs en wapens en dat soort zaken. Terwijl nu wel blijkt dat die drugs en die wapens op andere plekken zijn gevonden. In totaal worden er 19 mensen opgepakt bij de actie, voornamelijk leden van de bandido's. Bij tientallen invallen wordt een grote wapenvondst gedaan. We hebben op meerdere plekken handvuurwapens aangetroffen. Op één plek hebben wij 6 automatische handvuurwapens aangetroffen en 5 raketwerpers. Op geen enkele voorlopige dagvaarding van de bandido's, van de leden van de bandido's, een wapenvondst in die orde van grootte staat vermeld. Dat staat daar gewoon niet. De advocaat is woedend. Ze beschuldigt justitie ervan een verkeerd beeld te schetsen van de motorclub. Het feit dat het Openbaar Ministerie een beeldvorming niet herstelt, een beeldvorming die ontstaat door haar toedoen, door een persconferentie waarin zij stelt dat wapenvondst bij de bandido's is aangetroffen, vind ik zeer onjuist, onrechtmatig en rechtsstaat onwaardig. Toch zitten veel bandido's nog vast, onder wie president Ramakers. Zijn er een aantal gronden, die moeten er dan zijn, bijvoorbeeld onderzoeksgronden. Dus de rechtbank zegt wel tegen het Openbaar Ministerie, u mag meer onderzoek doen om te kijken of u het allemaal rondkrijgt. Waarbij de Raadkamer wel al de waarschuwing heeft gegeven. Ik heb dat geen kat in het bakkie is, deze zaak. Justitie laat in een reactie weten dat ze het verband tussen de wapenvondst en de bandido's onderzoekt. Eind augustus wordt de zaak inhoudelijk behandeld.